ervaring, vooral de eerste rode loper, vond ik leuk. En ook het feit dat we eigenlijk zelf onze eigen projectjes mochten verzinnen. En een beetje mini dingetjes maken dat eigenlijk van onszelf waren en niet opgelegd door de leerkrachten. Een hele ervaring. Je leert verschillende regisseurs kennen. En je leert films kennen dat je normaal gezien niet ziet. Je leert ook veel slechte films kennen dat je normaal gezien niet ziet. Maar bij al bij alles is het een hele toffe ervaring geweest. Ik denk dat er volgend jaar dat we niet meer gaan meedoen aan het filmfestival. Want ja, het niveau van dit jaar overtreffen gaat nooit lukken. Dus ik denk dat we het dan beter daar ook gewoon bij laten. Ik heb heel veel dingen meegemaakt dat ik, dat ik anders in mijn leven niet zou kunnen meemaken. En dat vind ik wel heel leuk. En daar ben ik heel dankbaar voor, om het zo te zijn. Ik vond het filmfestival heel interessant. Ik vond het heel leuk om hiervoor te werken. We hebben veel moeten werken, maar we hebben ook genoeg vrijheid gekregen. Het is zeker heel leerrijk. Ik heb heel veel bijgeleerd. Ik heb op een week meer bijgeleerd dan mijn jaar en een half nu op de Ottergracht alweer. Dat filmfestival was heel, heel, heel lastig. Veel gewerkt. Veel films gezien, we veel bijgeleerd, hebben veel kunnen interviewen, veel kansen gekregen. Dus ja, het is echt een leuke twee. Filmfestival, dat was Max. Vrij veel bekende mensen op het lopen. Altijd zelf eten en al, oké, dat is de kwartier. Maar ik heb vrij veel bijgeleerd qua ook de montage. Ook onderling zijn we een vrij hechte groep geworden. We hebben de leerkrachten beter leren kennen. Ik vond het een vrij wijze week en ik heb enorm zin. Je leert een ruim aanbod films kennen. Je mag ze allemaal gaan bekijken. Maar ook zelf reportages maken is interessant. En je komt in contact met de regisseurs, acteurs en dergelijke. Wat dat ook interessant maakt. Omdat je er fysiek mee bezig bent. Je vraagt er dingen aan, je neemt interviews af. En zo kom je ook meer te weten. Het is een leuk leerproces om het op zo'n manier te kunnen.